wel. En wij hebben wat voor je. Misschien word je lekker vrolijk van. Ik vind hem wel speciaal. Ja, hoe wist je het? Jouw favoriet. Hé, hey, poffertjes. Zijn je in het park geweest? Ja. Oh ja. Leuk, hè? Ja, super nice. Lekker, ja, hè? Heel erg lief, dankjewel. Ja, dachten dat kunnen we hem vast wel lekker mee wakker maken. Ja. Alsjeblieft, dankjewel. Alsjeblieft. Kijk, word gewoon helemaal gek. Ja, je hebt gewoon een piep in je oor de hele tijd. Ja, dat is echt kut. Ik kan wel huilen gewoon. Ook niet dat je naar harde muziek hebt geluisterd? Of... Nee. Ik heb gewoon hoofdpijn, ik word gewoon gek. Ik kan gewoon huilen. Ja. Ik word gewoon lijp. Maar zo bijzonder, want Noël vroeg ook meteen, heeft hij harde muziek geluisterd of zo gisteren? Maar... Wajo, de bel. Hier, film jij maar even. Ik film die jongen maar even. Laat het maar even uitleggen. Ja. En je moet de dokter daarvoor bellen. Ja, heb ik al een afspraak gemaakt. Echt? Ja, net voordat jullie binnenkwamen, hing ik op in de dokter. En zegt hij dat, kan de dokter iets? Ze zei, kan je klaren? Dus dat je zeg maar hem met de duiker, als je dat doet, dat er dan iets verandert. Mm-hmm. Dat iets popt of iets. Ik zei, nee, dat had ik al geprobeerd. Als je slikt, hoor je dan een klik of iets. Maar sinds wanneer heb je het? Gewoon vannacht. Wat de hel? Ik ging om 12 uur naar bed of zo. En wist je nog het erge was dat jij tegen mij zei... Kan je wel slapen? Omdat ik had 2 feestjes laatst. Ja. Allemaal tot 6 uur wakker gebleven. Dus 12 uur in 1 keer gaan slapen is fucking moeilijk voor mij inderdaad. Ja, maar dat soort dingen geloof ik sowieso altijd in hoor. Dat is ook zeg maar het voorbeeld met... Iemand rookt 40 jaar van zijn leven, is niks aan de hand. En iemand anders die rookt niet en die heeft longkanker. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die is het meest voorkomende bij roken is zeg maar dat. Dat is zulke dingen gebeuren. Inderdaad. Ik ben 2 keer op een festival geweest met veel te hard geluid. Nergens last van. Jij gaat elke 2 weken sowieso naar een festival, zeg maar. Ja. Gewoon zieke club, alles. Ja. Keihard muziek, geen oortjes in. Slechtste voor de oor. En nu heb ik zieke piep en dan word ik gek. Ja. Nee, maar het is echt heel erg... het is een beetje... Ja, het is gewoon een beetje eng ook eigenlijk. Ja. Maar ook had je al verteld dat je tot 8:30 wakker bent geworden. Nee, ja, daarom lig ik nu met kleren in bed. Dat is ook een beetje raar. Normaal gesproken doe ik mijn kleren meteen uit en ga ik slapen. Ja. Omdat ik het warm heb. Ik doe ook mijn joggingbroek aan en mijn sokken, omdat ik het gewoon koud had. Ja. Maar ik ging om 12 uur naar bed. En toen ging ik tot 1 uur 's nachts serie kijken, een uurtje. Gewoon precies 1 aflevering van House of the Dragon, Game of Thrones. En toen dacht ik, ga slapen, dat probeerde ik. En toen dacht ik, dat is gek. Ik hoor gewoon piep, alsof ik echt gewoon uit ben geweest. Hè. Maar hè, waarom? Ja. Dus en hoe meer je daarop let, hoe meer je daarop focust, piep wordt geen gek hard. Maken. Ja. Ik heb dat ook soms. En dan word je ook een beetje bang en dan krijg je het warm. En dan ga je er nog meer op letten. Ja. Dus nou. Ik dacht, ik moet iets doen. Dus ik ben TikTok gaan kijken. En toen appte je Noël ook om 1:30. Dat zei Noël al, dat jij hem nog het voor TikTok stuurde. Ja. Ja. Toen dacht ik al van, hè, hoe is die jongen nog wakker? Ik ben TikTok gaan kijken tot ik denk 3 uur 's nachts of zo. En toen dacht ik van, toen zag ik dat het 2:59 was. Toen dacht ik, oké, ik moet nu die telefoon wegleggen en echt gaan slapen. Dus ik leg de telefoon weg. Voor mijn gevoel heb ik het nog 10 minuten, een kwartiertje geprobeerd. Ik werd helemaal lijp van mezelf. Van die piep. Dus toen ben ik naar de studio gegaan. Ja, toen kwam na 2 minuten Marvin of zo, of na 5 minuten. Die voelde dat ik weg was. Die merkte dat ik weg was. Ik hoorde de deur dichtgaan. Toen dacht ik, waar gaat hij heen? Toen ging ik kijken hoe laat het was. 3:15. Ik ben iemand die nooit in de nacht opstaat om te plassen. Nee. Dat doe ik altijd in de ochtend. Ja. Dus toen ben ik serieus van 3:15 s'nachts of zo tot 8:30, 9:30 s'ochtends gaan gamen. Oh. Gewoon puur omdat ik gewoon... Ik keek ook in de spiegel. Mijn hele ogen waren helemaal gepopt. Zo helemaal rood en zo, weet je wel. Ik was zo moe. Ja. Dat toen ik eenmaal hier naar de slaapkamer ging. En ik ging liggen. Alsnog duurde het een paar minuten voordat ik in slaap was. Terwijl normaal gesproken boem ik weg. Dus toen viel ik in slaap. En ik werd ondertussen 2 keer wakker. Ja, omdat ik wat spullen moest pakken hier. Ja, 1 keer de spullen moest pakken. En 1 keer omdat ik volgens mij gebeld werd. Maar dat drukte ik weg. Toen kwam ik wel weer in slaap. Maar het is nu 1:15. En ik werd om 1 uur. Werd ik wakker. En heb ik de dokter na 3 minuten gebeld. Ik dacht, ik word wakker. En ik deed mijn ogen open. Ik was bijna al klaar wakker. En ik keek om me heen. En ik dacht, shit, het is er nog steeds. Dus ik denk, ik doe mijn ogen dicht. En ik ga proberen te slapen. En toen kreeg ik weer hetzelfde als vannacht. Dat ik me echt ging focussen. Dat die piepen harder en harder en harder werd. Toen dacht ik, ik moet de dokter bellen. Want ik raak echt in paniek. Ja. Dus heb ik de dokter gebeld, heb ik 5 minuten gebeld met die assistenten en heb ik het uitgelegd en heeft zij verteld dat mijn eigen dokter met hersenvakantie is. Ah.
Fijne vakantie. Ja, geniet ervan. Maar ja, dat er een andere dokter is voor spoed. En dat ik vanmiddag om 4 uur terecht kan. Oh, toppie. Beter. Dus ik ga straks om 4 uur heen. En ik ga Dennis even bellen. Want ik weet dat Dennis ook piep in zijn oren heeft gehad. Heeft gehad? Ja, nee, echt 2-3 weken lang. Echt? Ja, en hij is daar ook voor naar de dokter geweest. En nu is hij er volgens mij vanaf. Maar volgens mij zijn sowieso kan je een piep krijgen niet alleen van muziek. Nee, maar van ook heel als, veel dingen. Ja, van voornamelijk stress. Ja. Nou, wow, die hadden het net over. Ja, want de afgelopen 2 dagen, daar heb je misschien dan niet heel erg in een vlog gezien of zo. Maar de afgelopen 2 dagen heb ik zoveel uren gemaakt achter de computer qua werk, qua dingen regelen. Ja. En ik heb zakelijke gesprekken gehad. En dat allemaal een beetje achter de schermen, omdat ja, zit ik daar een zakelijk gesprek te houden van 2 uur lang. Ja. En daarna weer 1 uur lang met iemand anders. En daarna 3 uur lang dingen te regelen op mijn computer. Maar echt gewoon dingen regelen qua zeg maar administratie, accountant, facturen, mails bekijken, andere dingen nog betalen, verbouwing. Mm-hmm. Dus echt gewoon eigenlijk wat ik niet leuk vind, zeg maar. Maar wat wel moet. Dus echt in de cijfers, weet je wel. Dus dingen kopiëren, plakken, cijfers uitrekenen. I don't know, misschien heb ik 2 dagen hardcore omdat ik dat heb gedaan, dat ik nu piep heb. Ik weet het niet. Nee, ik weet het nooit. Zeg dat het soort dingen kan je niet zo snel herleiden. Misschien kun je je oren laten uitspuiten en is het dan weg? I don't know. Ja, ik heb sowieso als kind altijd een hele gevoelige oren gehad wat betreft zwemmen. Toen ik ongeveer tussen de 10 en 14 jaar heb ik echt 3, 4, 5 keer of zo oorontsteking gehad door zwemmen. Ja. En dat komt puur omdat blijkbaar mijn trommelvlies of iets, ik weet niet precies wat het is, maar die kan slecht tegen chloor of iets met druk of zo. Ik weet niet meer precies wat het is, maar het komt erop neer. Elke zomer dat we naar het buitenland gingen en we gingen zwemmen, eerste keer zwemmen, boom, meteen oren helemaal kapot, zeg maar. Jeez. Dus toen hebben we ook op laten spuiten, toen hebben we van die op maat gemaakte dop laten maken. Ja, die jouw kind ziet. Ja, die blauwe. Soms hebben ze volgens mij ook wel het oranje. We hadden blauwe. En die hadden we in. Milan en ik allebei trouwens. En daar hebben we jarenlang mee gezwommen. En toen op een gegeven moment, sowieso in de zwembad kan ik niet in 1 keer 3 meter diep. Dan moet je ook volgens mij ook oefenen. Maar na 1 meter of 2 meter ben ik echt klaar. Tenzij ik ga duiken, dan moet ik klaar. Hè? Nee. Maar ik vind het zo gek. Voor de rest, ik heb veel op mijn computer gezeten, maar ik heb... Nee, geen harde muziek of zo. Maar ik kan mijzelf soms ook... Het is ook echt raar wat ik nu ga vertellen, maar als je normaal gewoon leeft... Oh, dit is heel raar. Leeft. Ja, alsof... Maar als je nu gewoon leeft, dan zit je niet te luisteren naar dingen. Je hoort altijd geluiden, maar... Klopt, dan... Ik ging naar mijn... Ik had het gevoel dat ik mijn eigen hersenen kon horen denken. Wow. Wat de fuck zeg ik nou? Gaat goed. Dat is gewoon kraken. Ja, dat ik mezelf hoorde nadenken. Want dat moet toch ook allemaal, die proces in je hoofd van denken en zo. Dat moet toch geluid kosten? Ja, en ik had moet werken. Ja, dus ja. Ik had het gevoel, ik hoor dat geluid. Van wow, dus de eerste keer dat ik het geluid in mijn eigen kastje hersen... Kastje open, kastje dicht. Ja, wat de... Vloeistofje hier naartoe, vloeistofje daar naartoe. Ja. Bloedcel naar deze kant. Ja, wow, ik ben helemaal gek. Ja. En dan miljoenen bloedcellen tegelijk. Ja, dat maakt veel geluid hoor. Ja, ik word helemaal gek. Ja, het is wel heel kut. Ik ben benieuwd wat de dokter zegt. Maar je kan er nu niks aan veranderen. Nee, ik kan er niks aan veranderen. Ik zei sowieso tegen de dokter van... Ja, met slapen, ik ben nu pas wakker. Nou, ik heb... Naar de achterkant van je hoofd te zien. Dat is echt slaaphaar. Ja, dat is gewoon lekker vet. Is gewoon lekker vetter. Lekker plakkerig, dat is lekker. Maar in ieder geval, ik heb gezegd dat ik nu... kijk, ik lig gewoon met die super dikke warme joggingsbroek. Dat kan ik nooit. Zo slaap mijn kleren aan. Maar ik voelde me ook gewoon niet lekker, omdat ik gewoon de hele nacht wakker was. Dus ik voelde me ook steeds meer ziekjes, zeg maar. Ja, maar gewoon slecht slapen is meteen... Ja, ik heb ook paracetamol genomen vannacht. Echt? Ja, ik werd helemaal gek. Ja, ik wist niet wat ik moest doen. Ik kreeg hoofdpijn erbij. Had je niet en ik stimuleerde het alleen maar door te gaan gamen. Maar ja, dan hoorde ik in ieder geval die piep niet. Ah. Dus ik zat in elke game in Overwatch die ik kwam. Hello, how are you guys? Alleen maar te praten. Ik probeerde alleen maar, daar was er bijna niemand. En dan in 1 keer, toen zei ik hello guys. En toen waren er 4 mensen in die groep. Overwatch is een spel wat ik nu weer speel. Dan heb je 5 mensen in een team. En op een gegeven moment, als je steeds hoger niveau komt, kom je in zo'n voice channel en dan kan je praten. Dus stel voor je speelt Overwatch en je komt nooit mensen tegen die praten, dan ben je blijkbaar te slecht. Ja, gewoon een noob bedoeld. Is mij verteld door andere mensen hoor. Dus nu zit ik blijkbaar op een niveau dat mensen beginnen te praten. Dus ik zei hello. En toen zei iemand op een gegeven moment hello, good morning. En toen zei iemand anders good morning. Ik dacht good morning. En toen keek ik op de tijd. Ik zag 8 uur, dacht ik, oh my god, dat is mijn laatste potje. Wauw. En die huisarts die zei van, ja, je moet nu ook gewoon gaan opstaan, niet meer gaan slapen. Anders of je mist je afspraak,
Of je ritme gaat er helemaal aan en dat wil je niet. Want dan wordt het alleen maar erger. Want straks word ik een nachtdier die gewoon in zijn eentje wakker is en mezelf helemaal gek maakt en in paniek maakt. Ik kan het zeggen. Terwijl eigenlijk moet je gewoon omringen door met mensen dingen doen, bezig zijn. Maar nu hoor ik het ook, maar dat komt omdat ik het nu echt weet. Ja, dan de focus erop. Maar zal ik jou even afleiden? Ik heb een nieuwe jas gekocht. Ja. Oh. En dat wil ik graag even aan jou laten zien. Want die had je nodig. Ja, ik heb bijna al mijn jas verkocht, weet jij. Die hebben we allemaal weggebracht. Ze zei, ik heb zin om te kopen. Die stonden allemaal op Vinted. Oké, in zo'n situatie als ik zit, dan heb je zin om gewoon dingen te kopen en te doen. Maar ik herken het wel, Richard. Ik heb dat ook soms gewoon 1-2 dagen gehad en dan ging dat weg. Lekker. Ja, ik ga ook even Dennis bellen, want ik ben nu een beetje paniekerig, ik ga in mijn gedachten zitten. Ik maak mezelf gek. En ik ga even Dennis bellen om te vragen van... Want als je iemand spreekt die het ook heeft of heeft gehad, dan... Kijk, ik ken ook verhalen namelijk van... bijvoorbeeld, ik heb ooit een meisje gekend en die de moeder... Haar hele leven is gewoon op de kop, hè. Omdat zij piep wordt. Haar hele leven gewoon, ze heeft geen werk meer. Ze heeft gewoon alles kapot. Ja. Gewoon, ze wordt alleen maar piep. Ze heeft suicidale gedachten gehad, daardoor gewoon... Dat ze helemaal mentaal gek wordt. Wow. Vannacht, ik dacht daar een paar keer aan en ik werd gek. Ja. Maar ook voor mensen, even serieus. Als je naar festivals gaat, draag oortjes. Dat wil je niet. Ja, dat was een mooie shot. Echt belangrijk. Maar je hebt inderdaad van die dopjes, ja. Dat laatst ook op Instagram. Dat is echt belangrijk. Ja. Jongens, de jas. Ik hoef geen snoepjes. Nee. Hele mooie jas. Leuk, hè? Ja. Dit is nu filmt hij precies tegen de licht in. Ja. Ik weet niet of je het ziet, maar... Je ziet hem. Wauw, inderdaad. Ja, wauw. Hey. Ja, mooi, hè? We vinden ervan. Ja, heel mooi. En lekkere poffertjes erbij. Kijk, ja, zien we, dacht, even we hebben wel aan jou gedacht, hè? Lekkere portie poffertjes mee. Maar gisteren zei je nog, van ik wil graag zo'n lange jas. Ik zei ook al tegen Noël. Ja. Ik zei, ik weet dat Enzo het mooi vindt, want ik had het... Die nog geen dag voordat ze hem had. Aan hem laten zien. Ja, ik vind hem echt mooi. Maar ook gewoon met een hoodie of zo eronder kan het ook gewoon meteen al mooi zijn, hè? Hoe duur is die? Wil je weten? Ik hoop onder de 100. Ja, zeker. Ja, zeker. 80. Oké, goed zo. Wow, dat is mooi prijs, hè? Ja. Hang hem hierop. Ja. Want als ik nu mijn hele carrière over is, maar ik een piep heb, dan... Kunnen we niks meer uitgeven. Kan je niet meer zomaar een jas kopen. Dat gaat niet gebeuren. Ik word gek, hè? Je zit, in het begin maak je altijd... Ik ben mezelf helemaal gek. Maar daarna, sowieso, je kan ook aan dingen wel gewennen, hè? Ja. Ik heb ook het gevoel, nu ga ik weer psychisch denken, maar ik heb het gevoel dat je, in je vanaf je geboorte al dingen hoort. Maar omdat je dat al vanaf je geboorte hoort, dat je het niet meer... Ja, denk ik ook wel. Zo'n gewenningsprikkel noemen ze dat. Ik snap wat je bedoelt. Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd, als er meerdere dingen tegelijk gebeuren, dan ben ik wel een beetje prikkelbaar of zo. In de zin van, als er heel veel tegelijk gebeurt, dan komt het wel heel hard binnen, het geluid. Ja. Dus normaal gesproken ga ik bijvoorbeeld midden op Amsterdam staan, hoor ik zo'n draaiding, hoor ik duiven, schreeuwen, muziek, mensen freestylen op het plein, whatever. Uh-huh. Alles. Super mooi. Ik ga het filmen, vloggen. Ja. Ik sta te kletsen, te schreeuwen, alles. Nu, als ik dan meerdere dingen tegelijk hoorde, dan kwam het wel hard binnen, zeg maar. Een soort hoge sensitiviteit. Alsof ik een beetje gevoelig was geworden voor hard geluid, zeg maar. Heel naar vond. Terwijl dat nieuwe nummer van Lil Uzi Vert, die hadden we gisteravond in de studio even... Een bangertje. Die bas, die klapte er wel in. Die bas klapte er wel in. Als je het weer doet, ben ik er vanaf. Klapte er weer uit. Soms, hè, met auto's, als iets niet werkt, even tegenaan tikken. Ook bij jouw trommelvlies. Even er tegenaan tikken. Nee, maar ik heb ook al een paar dagen een beetje buikpijn en zo. En... Maar weet je wat daar nu wel echt even fijn voor is? Want ik moet zeggen, ik vond door het park lopen vond ik vanochtend wel echt fijn. Even lekker buiten. Dat was echt chill. Frisse neus. Misschien. Ja. Even op avontuur. Ja, even weg. Niet binnen zitten. Want dan, ik denk hoe meer geluiden je hoort, hoe minder je die piep ook hoort. Maar ik hoop gewoon dat, eerlijk gezegd, nu heb ik in één keer zo'n hoofdpijn en zo'n buikpijn en zo misselijk. Dat je weer wil slapen? Nee, dat ik hoop dat ik nu de poffertjes binnenhoud. Oh. Die wordt in één keer heel duizelig. Dus ik... Zo, ik hoor die buik ook werken. Ja. Meer watertje, jongens. Ik wil sowieso aspirintjes en even wat water. Gaan we even voor je pakken? Ja, wij zijn jouw verzorgers. Weet je wat we gaan doen? Wij zijn jouw verpleegkundigen. Even het vliegtuig pakken, even vliegje naast. Zeker. Ik denk dat jij gewoon hier zit en dan gooi je hem hier naar buiten. Dan krijg je een stukje vliegen. Hoef alleen maar te liggen. Nee, maar goed. Ik bedoel, het enige wat ik nu kan doen, denk ik, is gewoon wachten tot de afspraak bij de dokter. Ik bel ondertussen even iemand op die het ook heeft gehad. En dat is het. Ik zat al op internet te kijken namelijk. Want ik ben echt nooit, van het googlen. Van hoe kan dit? Hoe komt dit? Hoe komt dat? Wat is dit? En hoe kom ik er van af? En kan het erger worden?
Nooit. Want eigenlijk als je dingen gaat opzoeken, bijvoorbeeld je hebt een wondje bij je been of zo, dan komt het al heel snel op neer dat je daar echt een heftig iets heel ergs hebt, zeg maar. Oh. Dus ik probeer altijd nooit in paniek te raken en nooit dingen op te zoeken. Tenzij het echt zo heftig is voor mezelf dat ik denk van ik moet even gaan kijken, weet je wel. Het enige wat ik had opgezocht op Google was hoe gaat een piep in je oor weg. Ja, dan zie ik, heb je last van oorsuizen, angst en paniek, oorzaken, tinnitus en genezen. Dus dan kom je allemaal van die oorklinieken, zeg maar. Oh. Ja, er is meestal geen behandeling die oorsuizen geneest, maar er zijn wel een aantal mogelijkheden die sommige mensen verlichting kan bieden. Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Dat geeft al gewoon stress, dit. Wanneer je geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze oorsuizen. Tinnitus wordt als het ware teruggedrongen. Nou, dat is dus niet iets wat het is. Nee. Het waarnemen van de piep in het oor kan tijdelijk zijn of permanent. Bij gehoorschade of een blijvende lichamelijke aandoening kan een piep of ander geluid permanent aanwezig zijn. Bij andere aandoeningen die tijdelijk van aard zijn, kan de piep in het oor weer verdwijnen. Snap je? Dus ja. Bij het slapen van tinnitus kan een rustig muziekje of ontspannende geluiden zoals geluiden van de zee goed helpen. Ook Overwatch 2 spelen de hele nacht. Als dat er echt stond. Dat is echt lef. Ja, echt hoor. En dan keek je mij zo aan, geloof je dit echt? Ja? Zo. Nee. Nou, we gaan even aspirine pakken. Aspirine, toch? Ja, en als er wat is, dan altijd even de dokter bellen, praat met mensen erover. Want ik kan ervoor kiezen om zeg maar niet in de vlog te vertellen en het te verzwijgen en gewoon proberen achter de schermen het op te lossen en te doen alsof er niks aan de hand is. Maar nu heb ik echt zoiets van, dit is zo'n serieuze kwestie. Dat, en misschien kan het ook zo zijn dat het vanavond weg is, hè. En dat ik me gewoon dan ook denk en besef van, jeetje, wat heb jij je weer lekker gek gemaakt. Ik heb wel gelezen, serieus, dat als je een piep hebt van festival of zo, dat dat 2 tot 3 dagen kan duren, blijkbaar. Dat wist ik niet. Dus het enige probleem is, ik ben niet naar een festival geweest. Nee, dat is waar, maar het is wel een piep in je oren. Dus ja, ik kan elke dag festival ons leven. Ja, altijd een feest. Ik zie het positief, wauw. Het leeft gewoon altijd feest als je als linksman hangt. Snap je. Nou, aspirine naar binnen. Oh, je water. Ja, ik heb hier aspirintjes. Maar ik heb in ieder geval ook echt hoofdpijn, dat ik ook echt wel kan huilen. Om. Jeetje. Het is echt niet dat ik me snel aanstel wat dat betreft. Maar het is gewoon niet chill. Dus dit is wat ik doe in zo'n situatie. Als er iets gebeurt waar ik echt niet goed op ga. Waar ik gewoon een beetje bang van word, zeg maar. Dus en dat is ook gewoon menselijk. Dat je denk ik zo reageert. Dat je een beetje bang wordt of gaat nadenken. Of te veel gaat nadenken. En dan is het juist denk ik goed om het uit te spreken naar andere mensen toe. En ik vind het sowieso super fijn dat jullie er zijn. Want dan heb je sowieso mensen om je heen. En dan dus ik denk dat dat wel belangrijk is, hoor. Dat als er iets gebeurt met je of wat dan ook. Of je voelt je even niet lekker. Of je gaat te veel nadenken. Of je raakt een beetje in paniek omdat er iets is. En je hebt dat nog nooit ervaren. Dat eerste keer, zoals dus deze piep, ja, dan gewoon de dokter bent. Oei, joh, het schiet me toe. Nee, niks aan de hand. Nice. Dus en wat voor dingen ik altijd merk, is dat ik wou bijna de opmerking maken, ga ik het alsnog doen, van oh, maakt niet uit hoor, en als er een scherm is, dat dan geen of als er een barst in het scherm is, dat geen probleem is, die piep in mijn oor maar weg is. Ja. Snap je, in één keer zijn dingen niet, betekenen niet zoveel. Gezondheid. Ja. Weet je wat ik altijd de mooiste... Daar kom ik altijd op terug. Dat weet je wat jouw mooiste uitspraak is, vind ik? Het moeilijkste wat er is, of het moeilijkste, wat gewoon moeilijk is in het leven, is gelukkig zijn. Echt gelukkig, blij zijn, gewoon alles waarderen wat je hebt, gewoon tevreden zijn. Dat is echt moeilijk in het leven soms voor mensen. Maar je moet dus gewoon tevreden zijn en niet denken van wat wil ik nog allemaal meer. Gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Hoe gezond je bent, hoe lief iedereen om je heen is. Dat is al moeilijk genoeg om te bereiken in het leven. Dus wees daar nou eens een keer blij mee. Fijn, hè? Ja, daar is zeker mee eens. En daar ben ik ook zeker blij mee en daar ben ik me ook bewust van. Ik voel me ook echt gelukkig. Maar ja, blijkbaar als je dan een keer piep in je oor krijgt, dan denk je, godzakker. Ga je in één keer nadenken, denk je van... Waar heb ik het aan verdiend? Daar heb ik het wel. Daar denk ik dan wel eens aan. Van waar heb ik het aan verdiend? Denk dan dan denk je van... Hoezo ik? Niet dat ik het iemand anders gun. Maar waarom ik? Jawel. Waarom niet Noël? Ik heb een festival. Gast, geen member. Nee, maar dat is wel velend. Ja. Denk ik, shit. Snap het. Maar goed, we gaan wel zien hoe het gaat. Over 2,5 uur is al 4 uur. Dus, precies. Hoop dat hij dan weg is. Yes. Nou, bedankt in ieder geval voor de poffertjes. En onze gezelschap. En je gezelschap. Ja. Oké, daar gaan we, dames en heren. Met het vliegtuigje. Helemaal opgeladen en wel. Noah heeft er ook eentje. Welke heb jij? Devil. The devil. I'm the devil, bitches. Nee? Goed. Ik heb er ook een, hè? Ja. Kijk hoor. Zo. Oké. Laat maar eens zien, ik ben benieuwd. Let op hoor, Marvin. Kijk hem vliegen!
Kijk hem! Kijk hem! Ja, ging op zich een tijdje goed. Wat vind je er nou van mijn nieuwe hobby? Prima. Ik support jou met alles, dat weet je toch? Ja, dat is waar. Daar komt hij weer. Goed, Noël. 3 keer is scheepsrecht. Ja, oké, leuk. Nee. Mooie landing. Hij is kapot, denk ik, hoor. Ja? Hij zit niet aan mij. Oh. Die is even voor. Ik denk van mij werkt niet. Maar ik doe het ook anders, hè? Ja. Maar hij doet het anders. Hij gaat naar de overkant van de straat, zeker. Oh, nee. Hij laat hem opstellen. Oh ja, vanaf de grond. Zo hoort het ook eigenlijk, hè? Ja. Maar alleen losers doen dat. Oh, dat is wel echt heel fijn. Oh. Oh, hij heeft nog geletst. Oh, bijna op het dak. Ik vind het echt heel fijn. Jongens, ik bestuur het vliegtuig. Ja, doe jij dit? Zo, de passagiers hebben wel een fijn ritje, denk ik nu. Dat klopt, hè? Ja. Wauw. Wat een controle die heeft. Dat is, dames en heren, wat je noemt oefening baart kunst. Wauw, dat had ik ook zelf niet verwacht. Nou, laat hem dan wel eens met dat vliegtuigje dan. Dat is goed. Nou, als jou dat ook in één keer lukt, dan is wat ik doe niet moeilijk. Ik ga niet omhoog. Oh. Jij dacht dat hij die bocht gewoon kon maken. Ik zie geen diepte met hem. Vlieg vol daar tegen de muur. Ja, de ruiten. Kun je hem halen? Ongelooflijk. Ja, die bocht ging hij niet halen. Oh. Wat doe je nou? Ik heb meer landingsbaan nodig, man. Meer landingsbaan? Doe jij nog iets met de knop dat hij omhoog gaat? Nee, gewoon vol gas. Dat is het enige wat ik doe. Oh ja! Oh ja! Nee, kijk uit, het is de muur. Oh ja! Oh my god. Oei, ja. Oh. Bomen? Ja. Wauw, echt mooi. Ja, dat doe je goed. Deze, dit was Enzo's stijl, dit bochtje. Bocht en bocht. Bocht, juist. Zo, gaat wel goed. Dat gaat goed, ja. Niet op het dak, hè? Ja, precies. Ook wel net. Zo! Wow, yo, hij kwam super dicht. Oh! Ah! Lekker, bro. Echt heel nice. Nee, ik vind dat mij een moed. Nee, ik wil dat niet. Jawel. Schat, ik wil dat niet. Hoezo niet? Dat lijkt me zo grappig. Zie je maar, dat is dus het probleem wat mensen hebben. Ja, verkeerde dachtegang. Moed, dat kan jij. Dat is easy, dat doe jij elke dag. Nee, jullie zijn er goed in. Ik heb mijn interesses liggen daar niet. Ik vind het leuk om jullie te toch saai hier, hè? Ik vind het leuk om in een vliegtuig te zitten, maar ik hoef niet te vliegen. Ja, is gewoon zo. Oké, maar het zou me wel heel leuk hebben. Oké, zet hem aan. Ja, het enige wat je dan hoeft te doen is neerzetten als ze niet aan mij te geven. Nee. Ook al crash je hem, dat maakt niet uit. Ja, dat zeg je nu. En dan land ik hem op het dak en dan hoor ik een jaar lang, jij bent vliegtuig. Nee, dat zou ik niet doen, dat beloof ik. Deze staat al helemaal naar beneden. Ja, dat moet. Ja, als je hem helemaal omhoog doet, gaat hij aan. Oh, maar je moet met deze ook nog sturen. Ja, dus deze is gewoon helemaal omhoog, dus aan en uit. En deze is gewoon links en rechts. Ja. Kom op, schat. Ja, ze vliegt. Ze vliegt, dit is Myron. Kijk dan. Oh my god. Oh my god. Wauw. Het ging zo goed op het begin. Het ging zo goed. Ongelooflijk. Het ging echt heel goed. En in één keer stuurt ze zo de boom in. Ja, maar weet je wat het is? Je kan dan niet meer terug. Toen ik eenmaal daarheen ging, kon ik niet meer sturen. Dan moet je... Hey Bo, wat doe je?
Bro. Ik wil hem eruit halen. Je vliegt hem gewoon erin. Ja, wel naast elkaar. Ja. Ja, bal halen. Oh mijn god, hij vliegt hem gewoon precies in dezelfde plek erin. Hij dacht, ik kan hem nog makkelijk uitsturen. Ja, ik gewoon noodlanding op die andere. Oh my god. Normale vliegtuigen dan ook. Ja. Ik ga even kijken. Ja. Kijken wie er beter is. Nee, kijk, eentje ligt daar. Dat is die van mij. Dat is die van Maiwen. De andere ligt daar. Ja, en die tak. Ja! Ja. Dat is wel de tak. Dat is hem hoor. Dat gaat voor mij vallen, denk ik. Ja, dat is hem, want hij ligt daar. Oh, oh ja, ja, ja. Ja, ja, bijna, bijna. Dus die kan ik sturen. Ja, 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 ja. Hoppa. Lekker hoor. Nu die van jou nog, wat dus helemaal niet nodig was, hè. Nee, die ga ik. Wat dus ook helemaal niet nodig was, bro. Oh, gooien. Oh my god. We gaan daar aankomen. Zullen we met die eruit halen? Hey. Maar we geven. Dit vind ik nou echt een leuke overkapping. Hey, die hebben ze nieuw. Dat is voor ons in de tuin ook echt goed. Voor fietsen en zo, voor de motor. Ja, dat is mooi. Die is echt mooi. Dat is precies die stijl. Hier, vlieg maar met deze er weer in. Nee! Ja. Geef maar hier. Voor die tas. Ja, ik ben bang hè, dat ik hem zo. Nee, je mag nog een keer vliegen als je wil. Oké, die kant op, ja? Ja. Ja, dat gaat perfect. Nee! Ik had het even links en rechts kwijt. Ik stuurde de verkeerde kant. Dat dacht ik al, je stuurde het richting de muur in één keer. Daarom is ook nee. 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 Hier, jij mag wel weer. Leuk dat ik heb mogen vliegen. Ik heb mijn eerste vlieguren gemaakt, jongens. Ja, vlieguren. Ja, dat hoort bij het eerste uur. Oh, oh, ik ben aan het vliegen. Oh, hé, hey, daar is ook één. Twee vliegtuigen. Zie je het? Ja, ik moet heel even die camera kwijt. Ja, geef maar. Oh. Oh. Bijna. Bijna. Ja, op een gegeven moment krijg je een band en dan ga je allemaal dingen doen. Oh! Mooi, joh. Wauw. Oh ja, wat een band. Hoe gaan we die eruit krijgen? Een bal, denk ik. Maar de grote kans is je dan ook twee ballen in het bandenbal. Wauw. Wow, wow. Wat gebeurt hier allemaal? In de vlinders uit. Wat gebeurt hier allemaal? Dat is nice, hè? Ja, dat is echt nice. Echt ziek hoog. Ik denk dat mensen niet eens beseffen hoe hoog dat is. Hey yo. Hoi oh, yo. Ik ga nu helemaal inzoomen. Hoi oh, yo. Oh. Hoi oh, yo. Hey, lekker. Lekker geland. Dat was ziek. Ja, dat was echt ziek. Dat was zo hoog. Je zag er op camera hoe hoog dat was. Dat was echt nice. Oké. Wat? What the fuck? Huh? Bijna. Zo. Als ik naar die kant ga, dan gaat het wel omhoog. Ja, wil je? Daar is tegenwind. Oh ja. Oh! Kudding. Zoveel fijn deed het ook weer niet, maar ik schrok wel. Ik schrok wel. Oh, en door. Zullen we voor, ja, richting het dorp lopen met het vliegtuig? Ja. Hij heeft batterijs op, merk ik. Oh. Jawel. Onzin. Ik ben altijd dus vol gas, dan ging die omhoog. Laatst, daar was jij ook bij Soes de Duinen. Heeft die gast 2 uur gevlogen op één. Ja, maar dit is een andere vliegtuig. Dit is die straaljager, die andere is de zweep. Oh, dus we moeten die er eerst uit krijgen. Ja, dat is echt zo. Zo, bro, die wordt clean.
Wow. Zag je dat? Ja, staat erop. I know. Wow, dat was fijn, hè? Fijne afsluiter. Dames en heren, ik heb even een test gedaan. En zoals jullie zien, niks aan de hand. Zo, dat is het. Gelukkig, dat kun je afstrepen. Inderdaad. En het is nu, na het vliegen en het chillen, is het 2:30 in de middag. Dus ik denk even een uurtje gamen met Noël. Dat ben ik. Ja, en dan gaan we naar de huisarts. Nou, veel plezier. Dankjewel. Nee, ik hoor straks opgaan door je moeder. Dat klopt, ja. Jij gaat chillen met mijn moeder. Ja, maar dan ga ik nu even boodschappen doen, want je moeder blijft ook eten. Dus dan, wat willen jullie eten? Waar willen jullie... Oh, sticky kip? Sticky kip vind ik zo lekker. Ja, ja, ik heb totaal geen trek. Ik kan even en nergens denken. Nee, maar je hebt net poffertjes gehad natuurlijk. Ja, maar voor de helft en toen wil ik ook helemaal... Maar sticky kip vind je lekker, hè? Dat is een lievelings eten. Dat is goed, ja. En mango en zo. Ja, maar dat komt wel goed. Sticky kip, ga ik dat even halen. Lekker hoor. Dan zie ik jullie straks, veel plezier. Tot zo, schatje, dankjewel. Zo, dames en heren, ik kom zojuist van de huisarts vandaan. En een super lieve huisarts, die nu spoedhuisarts is dus. En goed gesprek mee gehad. En gewoon even gepraat over wat het nou is, hoe het heet. Titine. Dan weet ik het de hele tijd en dan nu ben ik het even kwijt. Maar in ieder geval, het komt vaker voor. Sterker nog, wat ik heb gelezen op internet... is dat 1 miljoen mensen in Nederland last hebben van iets van een geluidje, gebrom of een gezoem of een gepiep. Dus dat is best wel veel. Daar schrik ik wel van. Dat had ik echt nooit verwacht. Ik ken nu verder niemand, behalve Dennis, die ook een lichtelijke piep nu heeft in zijn oren. Ken ik niemand die het anders heeft, zeg maar. Maar als je dan ongeveer gaat natellen qua inwoners in Nederland... bijna 1 op de 18 mensen heeft het. Best wel veel, vind ik. Maar goed, ze gaat ervan uit dat het gewoon weggaat. En dat het een kwestie is van gewoon even rust nemen. Niet te veel doen. Niet te veel druk maken. Ga gewoon lekker dingen doen die je leuk vindt. Focus je daar ook gewoon op. En zoek veel afleiding. Rondje lopen is altijd goed. Frisse neus halen. En gewoon afleiding zoeken. En sporten. En voor de rest gewoon even niet te veel. Geen gekkigheid of wat dan ook. Gewoon even lekker relaxed. Even dingen doen die je echt gewoon alleen maar leuk vindt. Dus dat klonk op zich wel goed. Maar los van dat gaat het natuurlijk niet weg, die piep. Die heb ik nog steeds. En ik voel me niet helemaal fit. Voel me niet lekker. Ik heb natuurlijk ook echt veel te weinig geslapen. En gewoon een raar ritme. Dus daar ga ik sowieso niet zo goed meer op. Dus ja, dat is even een beetje de situatie. Dus ik zit nu hier in de studio. Je ziet het waarschijnlijk ook aan mij hoor. Ik zie er niet uit. Helemaal wallen onder mijn ogen. En gewoon moe en zo. En nog niet gedoucht. En gewoon even snel wat aangedaan. Maar goed, in ieder geval. Dit is echt gewoon een soort van droom setup. Want ik had nooit verwacht dat ik gewoon letterlijk deze setup die je ziet bij Noël. Dat ik die zeg maar zou hebben voor iemand die gewoon langskomt. Ja, van 3 beeldschermen. Dat is echt bizar. Wat absurd. Ja, dat is gewoon sick. Dus ik heb hier zelf, heb ik hier gewoon mijn setup natuurlijk, zoals jullie kennen. Hè? 3 beeldschermen en een microfoon en boxen en alles. En ja, als iemand langskomt, heb ik serieus daar een computer dus waar ook alle games op zitten en zo. En daar een computer waar Mine dus altijd op zit met 2 beeldschermen. Dus wat dat betreft goed voor elkaar. Ik ga gewoon eventjes lekker chillen, lekker gamen. En ik zie jullie al de rest van de dag. Ik heb hier deze trouwens neergelegd. Super nice, dus dat vind ik wel heel erg tof. Het is lekker zacht voor de voetjes zo. Dus dat is echt heel lekker. Dat heb ik niet. Dat heb jij niet, nee. Die moet ik daar nog neerleggen dan. Maar goed, ja, voor de rest. Dat is even een update vanuit mijn kant. Als jullie tips hebben, als er mensen zijn die ervaring mee hebben, dan deel vooral je ervaring. Laat het weten. Dat is ook de reden waarom ik het deel. Waarom ik het zeg, ook hoe ik me erbij voel. Ik schaam me eigenlijk niet zo snel voor dingen. Dus ik kan het ook gewoon meteen met jullie delen, zodat jullie wat aan hebben. En het is ook helemaal niet erg om te zeggen dat je bang bent of een paniekmoment hebt gehad. Of dat je daar wel om kan huilen. Ja, het is ook gewoon spannend. Het is iets nieuws, het is vervelend. De ergste gedachte is dat je de rest van je leven hebt. Maar ik moet mezelf niet zo gek maken. En die huisarts die zei van, ik ga er gewoon vanuit dat het weggaat. Dus het komt goed. Dus voor nu, het is wat het is. Doel! Ik zit op jouw film te kijken. Bro, joh. Dat is fijn, hè? Bro, fijn. Ik lekker geslapen. Kijk. Bro, keihard, want jij gaat stuk. Ja, ik ben fucking goed. Gewoon lekker jezelf zijn, dat is altijd fijn om te zien. Ja, ik doe er een beetje bij. Heb je lekker geslapen? Nee, ja, bro. Oké, wat het dus zeg maar is, omdat ik dus zo'n rare nacht heb gehad, was ik echt heel erg moe. En ik denk dat ik nu ook nog wel echt veel langer kon blijven slapen. Maar ik ben op de bank gaan liggen, ongeveer om 4:30. En toen om 5:00 had ik al echt moeite met mijn ogen open houden. Alleen mama en Myron die waren teruggekomen, want mama die wilde even kijken bij de nieuwe
woning. Dus ik zei van ja, sorry, ik kan echt even niet mee. Ik ben kapot. En toen kwam mama hier om 5 uur met Maiwen. Dus toen heb ik nog even een half uurtje lopen kletsen. En daarna toen was ik gewoon te moe. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik ben nu net wakker. Het is 7:30, dus 2 uurtjes later. En ik heb gewoon compleet, ik heb het ook helemaal niet meegekregen. Maar ze hebben dus hier aan tafel Noël, mama en Maiwen lopen avondeten. En mijn avondeten staat hier. Dus ik vind het echt super sneu voor mij dat ik niet van de sticky kip heb kunnen eten. En dat ik dit niet met z'n allen heb kunnen opeten. Ik vroeg al wel langere tijd aan Noël van, yo bro, als je weer langs wil komen, kom langs. Blijf lekker slapen. Gaan we even chillen, leuke dingen doen. En ik zei al net tegen Noël, dan ben je er weer een keer. En dan blijven slapen. En dan heb je dit met mij. Dus hetzelfde voor mama natuurlijk. Komt mama langs, voel ik me shit. Dus ik ben echt nog steeds super moe. Maar ik denk dat ik even mijn eten in de magnetron ga doen. Maar dit is eigenlijk ook echt een van mijn favoriete maaltijden. Sticky kip. Dus wat mama nou doet, ze heeft dan hier heerlijke pasta. En dan heeft ze sticky kip. En dan broccoli en dan mango stukjes. Ja, en dat doe je dan zeg maar bij elkaar. Maar dat is sowieso koud. Maar mama en mama, dus vind ik wel heel erg leuk trouwens hoor. Er was een Dyson evenement. En die, nou, wij hebben daar dus een stofzuiger van. Maar ik heb mama ooit voor kerst een föhn gegeven daarvan. En Myron ook. Dus die gingen naar dat evenement toe. De kapster om de hoek, Fiona, die had hun uitgenodigd. Of Myron en mama. Myron had mama uitgenodigd. Dus ik vind het echt super leuk om te horen dat Myron gewoon mijn moeder uitnodigt voor zo'n evenement. En dat ze daar nu met z'n tweeën zijn. Evenement duurt namelijk van 7 uur tot 9 uur, geloof ik. Dus ja, die zijn daar. Dus dat vind ik wel echt super leuk om te horen. En dan doe ik even te eten in de magnetron. En dan wil ik bij deze even zeggen van, sorry voor de chaotische, gekke vlog. Normaal gesproken heb ik de camera echt heel erg bij de hand. En dan film ik van alles en nog wat. Maar nu heb ik dat even niet. Nu val ik gewoon even in slaap en ik weet er even niet om wat ik doe. Dus goed, dan weet je dat even. Dit heb ik eigenlijk al sinds, nou ik wil niet zeggen kleins af aan. Maar toen ik een beetje op mezelf ging wonen, zeg maar. Toen heb ik dit eigenlijk altijd gedaan. Als ik dan een opwarmmaaltijd had. En dat moest dan 4, 5, 6 minuten in de magnetron. Ging ik er altijd bij zitten. Ging ik gewoon kijken. Ik weet ook niet waarom, maar op een of andere manier is het gewoon heel erg satisfying. Om gewoon te kijken ofzo. Hoe het ronddraait, ik weet het niet. Dus ook zoals nu, moet je kijken, dat lekkere eten draait dan lekkere rondjes. Oh, ik heb hier wel heel veel zin in hoor trouwens. Hoe was het? Hey, schatje. Hey. Dat was leuk. Ja? Twee van mijn haar. Ja, het ziet er goed uit. Lekker gekruld. Heb ik zelf gedaan. Nee, we hebben een lesje gekregen hoe we met de Dyson om moeten gaan. Dus dat was wel echt interessant. Ja? Ja, was wel leuk. Was okay. Gezellig. Gezellige meidenavond gehad. Nice. Lekker met de meiden. Ja, was leuk. Dat is leuk. Hier, kijk dan. Kijk de haar even, man. Ja, ik zie het. Ja, helemaal een krul erin en alles. Ja, hey. Nice hoor. Ja, ik vind het ook echt wel langs mijn gezicht. Nee, maar was heel gezellig. Nice. Ja, en hoe is het met jou? Ja, prima. Ja? Ik had geslapen tot 7:30, dus. Zo, lekker. Ja, en nu hebben we gewoon even aan het gamen met Noël. Chill? Ja, het eten heb ik nog opgegeten. Echt? Super lekker, je hebt een magnetron gedaan. Oh, wat beter. Chill, ik heb toch nog iets gegeten. Ja, daarom. Ja. Nice. Ja, man. Hey, wat is het, man? Heb je van gepakt, man? Ja, man. Even wat drinken gepakt, man. Doe je hoofd stoot, hè? Nee. Ja, Noël! Nou, we kunnen even M&M's gaan zoeken van de grond. Zijn jullie de bak met? Hij heeft niks meer in zijn bak zitten, zowat. Kijk, ja. Het spel is begint. Oh mijn god. Nou, laten we even de M&M's gaan zoeken. Oh mijn god. Paaseieren zoeken. Ook zo mooi dat je dat zo hoorde, zo al die M&M's. Je had sowieso niet zoveel, of wel? Of had je meer? Ik had dat bijna aardig. Nou, doe mij ook mijn handjes. Ik had een aardige bodem, dacht ik. Allemaal verdwenen. Ongelooflijk. Helaas. Nou, ik hoop dat dat alles is.
zullen we even M&M's rapen? Nee, nou, dan gaat u even M&M's. Ik zeg toch, ik neem een knopper mee, zodat het er niet af kan vliegen. Zo. Oei, oei, oei. Nice hoor. Oké, dames en heren, het is nu 12:15 in de avond en ik heb echt even lekker een paar uurtjes gegamed met Noël. En Noël die is hier nog steeds bezig met gamen, lekker Overwatch aan het doen. Nice. En ik ga er nu vandoor naar de slaapkamer. Niet weg van huis, maar gewoon naar de slaapkamer. Ik ga lekker in een bedje. Ik hoop dat ik er niet al te veel last van heb en dat ik gewoon lekker kan slapen. Ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken. Dus ik denk dat we nog een serietje gaan kijken of zo. Misschien ga ik wel een serie kijken net zolang totdat ik in slaap val of zo. Nou, dat lukt jou wel hoor. Ja. Jij valt vaak in slaap tijdens serie. Klopt. Ik ben heel benieuwd. Goed, in ieder geval een hele bijzondere dag. Ik ben benieuwd hoe het morgen gaat. Hopelijk zijn jullie dan bij. Vergeet niet even de vlog dan te kijken om 4 uur. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.